aankomen bij ons hotel, nummertje 117. We gaan de deur openen. En daar gaan we. Bank, bed, scheef lampenkappie, bureautje, koelkast, tv. Gewoon eigenlijk zoals het altijd is. Hier hangen wat hangers, een kluis, spiegel. Oh, dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat die vet klein was en toen was het ineens een vette grote. En de badkamer is prima in ieder geval. En de badkamer. Zo, we zijn gesetteld. Koffers liggen alweer zoals ze altijd staan. Kijk, hier staat mijn koffer al op de bank. Die van Fabian ligt op de grond. Fabian heeft meteen zijn zwembroek uitgetrokken en ligt al bij het zwembad. Ik moet me ook nog eventjes omkleden, maar ik zie dat mijn batterij leeg is van mijn G7X. Dus die ga ik eventjes op de lade leggen. We gaan dus eventjes naar het zwembad. Even een korte duik nemen en dan gaan we zo meteen lekker wat eten bij de BurgerFi. Daar hebben we echt zo'n trek in. Lekker een hamburger met patatjes erbij. Ik kan echt niet wachten. En het is nu 5 uur en ik heb ook eigenlijk best wel het gevoel dat het 5 uur is. In Nederland is het 11 uur. Ja, ik heb eerder het gevoel dat het 5 uur is dan dat het 11 uur is. Omdat ik ook best wel trek heb en ik heb zin om avond te eten en zo. Dus dat gaat eigenlijk al meteen helemaal goed. Hotelkamer is prima. We zitten echt vlakbij het strand. Echt 2 bloks verder is het strand. Dus het is gewoon te lopen. Dus dat is gewoon helemaal perfect. Ik ga me nu eventjes omkleden. En dan spring ik ook eventjes het water in met Fabian samen. En dan zien jullie zo'n heerlijke hamburger. Ik kan niet wachten. Fabian heb ik uit het zwembad weten te trekken. Net we hebben ons eventjes zomers aangekleed. En we gaan nu eerst eventjes naar de T-Mobile. We gaan namelijk een simkaartje kopen. Dan hebben we ook wat internet in het buitenland. Dus voornamelijk voor Google Maps en af en toe eventjes een beetje WhatsAppen. Maar ik ben niet echt van plan om de hele dag op Facebook te zitten. Want we zijn lekker vakantie aan het vieren. En daarna gaan we lekker burgers eten. En daar heb ik echt super veel zin in. We zijn aangekomen bij de BurgerFi. De muziek staat een beetje hard. Maar ik ga eventjes lekker wat drinken tappen. Ik heb echt een wijze dorst. En ze hebben hier van die geweldige machines waar je allerlei soorten drinken uit kan halen. De burgers zijn besteld. Dus daar wachten we op. En ik ga deze eventjes volgooien. De magische machine. Je cup eronder. En dan heb je hier onwijs veel om uit te kiezen. Nou heb ik dit al een tijdje niet gehad. Dus ik ga zeker voor de lemonade. Twijfel of ik lemon neem of... Nee, ik neem... Ik neem orange. En dan doe je zo. En ik ben het ijs vergeten. Oh my god. Maar maakt niet uit. En dan tappen we hem helemaal lekker vol. Zitten er weer in. We moeten eerlijk zeggen dat we het allebei niet zo lekker vonden op een of andere manier. Maar we denken dat het komt door de jetlag. We hebben toch best wel last. Ik zei net heel trots, oh, we hebben helemaal geen last en zus en zo. Maar je merkt toch wel aan je lichaam dat je lichaam denkt van, wat ben je nou aan het doen? Jij hoort eigenlijk nu gewoon in je bed te liggen. En waarom zit je nu avond te eten? En waarom ga je nu toch nog naar de Walmart rijden? Dus we zijn inderdaad onderweg naar de Walmart. We gaan eventjes wat kleine boodschapjes doen voor in de koelkast. Gewoon voor in de hotelkamer. Dus wat drinken, wat... Ontbijt? Nee, geen ontbijt. Ontbijt kan, maar we kunnen ook buiten de deur ontbijten, dus dat maakt ook niet zoveel fout. Dus we gewoon even wat kleine boodschapjes, maar we nemen jullie uiteraard weer mee. Want ik weet dat heel veel van jullie echt fan zijn van de Walmart. Wij zijn in ieder geval wel fan van de Walmart. Ja, heerlijk. En ook één van de winkels die ik echt mis als ik in Nederland ben, dat is echt de Walmart. Het is echt een perfecte winkel. Ideale supermarkt. Kan echt niet beter dan de Walmart. Nee, je hebt er alles en het is goedkoop. Ja, ook wel. Dus top. Hey, hoe is het achter het stuur? Ik moet zeggen dat hij echt heerlijk rijdt. Het is wel wennen, hij is natuurlijk veel groter dan wat we net al zeiden, veel groter dan onze eigen auto. Maar je bent er gek genoeg ook heel snel aan dat de wegen veel ruimer opgezet zijn. Dus het bevalt echt prima. Ik rijd de rest van de vakantie wel gewoon. Girl! Hier is de Walmart. Maar we zagen aan deze kant, waar is hij? Daar, hierachter, achter de boom, een Marshalls. En we dachten, weet je... We gaan gewoon beginnen met shoppen. Dus we gaan eerst even lekker naar de Marshalls en dan gaan we daarna naar de Walmart. Waar is de Marshalls, dachten we? De langste roltrap die ik ooit gezien. Dat is echt de langste roltrap ooit, ja. Maar, aan het woord te zien, gaan we de goede kant op. Even een kijkje nemen tussen alle schoenen. Ik heb net wel al een paar gepast. Die stonden hier. Kijk, deze. Van Steve Madden. Maar ik weet niet voor wie zijn voeten die gemaakt zijn. Mijn past er in ieder geval niet in. Fabian is bij de mannenschoenen aan het kijken. Eens kijken of hij wat leuks kan vinden. Hier wat mannenschoenen. Vooral veel Nike's, zo te zien. Zijn niet vreselijk, maar
maar niet echt dat je zegt, oh mijn god, wat is dit? Fuck. LeBron James. Oh nee, dat is ook wit. Oh, want hier staat LeBron James. LeBron. Dat is volgens mij deze, maar ik heb echt geen idee. Oh my god. Ja, wel vet gemaakt, maar meer voor in de kast. Ik heb ook nog hardloopschoenen en dan vond ik deze nog echt pure hardloopschoenen. En dan vond ik deze zeg maar, de eerste dag. Nee. Nee? Nee. Voor mezelf, niet voor jou. Op een schaal van 1 tot 10. Hoe mooi vinden we deze? Laat het me vooral weten. Ik ga ze in ieder geval niet kopen. Maar ik ben wel heel benieuwd naar jullie mening. En allemaal tassen. Oh, ik weet niet eens waar ik kijken moet, joh. Zoveel keuze. Stel je voor, je hebt maat 51. Dan ziet dat er ongeveer zo uit. Ik heb denk ik nog nooit in mijn leven zo'n grote schoen gezien. Het enige wat ik heb zijn deze twee AUX-kabels. Eentje voor Fabian en eentje voor mij. Deze is leuk in het roze. En deze is in het soort van zwart-grijs. Gewoon voor Nederland voor in de auto. Maar deze zijn altijd eventjes van iets betere kwaliteit dan in Nederland. Of althans, we vinden het ook gewoon leuk om het hier te kopen. En we lopen nu richting de kassa. Dus dan kijk ik ook altijd nog eventjes naar alle koopjes die hier aan de zijkant staan. Soms staan er best nog wel leuke dingen tussen. Dus soms pak ik ook nog wel echt iets waarvan je denkt, hé, dat neem ik mee. Kijk, zoals dit. Dat is toch leuk. Zie jij ook iets? Een mes. Een koperen mes dat voor altijd scherp blijft. Oh. Het hangt hier. Dus maar het hangt hier, dus dat belooft niet heel veel goeds. Nee. Wanneer je de Marshalls uitkomt, je loopt naar buiten, je kijkt naar de lucht, dan weet je dat je in Florida bent. We zijn eventjes in de Walmart. Het is echt super druk, maar we hebben gewoon een paar dingetjes echt nodig. Dus we hebben wat chippies, wat drinken. Fabian gaat nu bier halen. Shampoo, conditioner volgens mij. En dan gaan we weer terug naar de hotelkamer. De boodschapjes zijn binnen en liggen alweer in de koelkast. Ik ga nog eventjes lekker douchen, want na 22 uur wakker te zijn vind ik het wel lekker om weer schoon mijn bedje in te stappen. Vonden jullie dit nou een hele leuke video? Geef dan vooral een like. Vergeet niet te abonneren als je op de hoogte wil blijven van nog meer video's. En voor nu zie ik jullie dan allemaal weer bij de volgende vlog. Doei!